Zeg het om te beginnen, jullie gaan spelen tegen Almere City. Wat is je indruk van die ploeg? Nou, ze zijn goed gestart. Ze hebben momenteel geloof ik 13 punten. Frisse aanval en degelijke ploeg. Dus we kunnen ons bosje nat maken morgen. En dan moeten jullie op kunstgras spelen. Dat is wel vaker in het seizoen. Persoonlijk, hoe reageer je erop? Nou, het kunstgras wordt wel steeds beter. Dus wat dat betreft is het niet zo erg. En ik geloof dat ze dit jaar een nieuwe mat hebben. Dus ja, het gaat wel lukken, denk ik. Dan iets heel anders. Je had een hersenschudding en zo snel kan je alweer spelen. Dat is wel opmerkelijk. Ja, klopt. Ik heb afgelopen vrijdag een tikje gehad. Ben, als je het nagaat, ik denk twee keer 20 minuten kwijt geweest van die avond. Zaterdag voelde ik me doorgaans de dag, ja, ik denk op 80%. En zondag had ik nergens meer last van. Dus ik ben maandag weer begonnen met trainen en geen nawegen gehad, gelukkig. Is het wel verantwoord dat je dan wel zo snel alweer in actie gaat komen? Nou, ik heb maandag volle bak getraind in het warme weer en ik heb nergens last van gehad. Dus ik denk dat het wel verantwoord is, ja. Het lijkt wel mode te worden, hè, de laatste tijd dat keepers geblesseerd raken. De laatste weken zijn er heel veel blessures geweest. Hè. Ja, het belangrijkste voorbeeld is misschien wel Titon bij PSV. Maar er zijn meerdere keepers geweest, ook in het buitenland. Is dat toeval? Ja, ik denk dat het toeval is. Ik denk, misschien heeft het ook te maken dat het deze week met Nederlandse keepers is gebeurd. Ook Maat Stekelenburg in het buitenland, wat ook een Nederlandse keeper is. Dus dat het daar ook in het nieuws wordt gebracht. Nu wordt er wel een discussie opgestart, moeten keepers niet beter beschermd worden? Misschien ook met hoofddeksels. Wat is jouw mening daarin? Nou, er worden zoveel duels gespeeld. En als je procentueel kijkt hoeveel ongelukken er mee gebeuren, denk ik dat het niet nodig is. Ben je wel wat voorzichtiger voor je gevoel deze week geweest, naar aanleiding van wat er vorige week gebeurd is? Nee. En ik denk dat je, dat je daar ook niet mee rond moet lopen. Want ja, anders ga je ingehouden de duel spelen en dat moet je niet hebben. Dan spelen jullie dus tegen Almere City. Jullie hebben twee wedstrijden dit seizoen gewonnen. Toevallig tegen twee titelfavorieten. En juist tegen ploegen waarvan je zou denken van, nou, daarvan kan Dordrecht winnen. Hebben jullie met name gelijk gespeeld. Hoe omschrijf jij dit seizoen tot nu toe? We begonnen erg goed met fris voetbal. Veel kansen gecreëerd. Toen hebben we 2-3 wedstrijden gehad dat we wat moeilijke kansen creëerden. Het vreemde was ook dat we eerst achterkwamen en vervolgens verschrikkelijk goed gingen voetballen. Maar goed, dat moeten we morgen gewoon niet hebben. En gewoon vanaf de eerste minuut de nul proberen te houden en minimaal 1 in proberen te schieten. Want hoe moeten we het seizoen tot nu toe omschrijven? Ondanks dat jullie nog niet staan waar jullie willen staan, toch als een goed seizoen tot nu toe? Nou, als je kijkt naar de eerste periode vergeleken met vorig jaar, denk je dat we er behoorlijk voor staan. Morgen is de laatste wedstrijd van deze periode. Als je dan 13 punten weet te halen, dan heb je denk ik goed gedaan de eerste periode. Dan hebben jullie de trainer, Theo Bos. En die gaat waarschijnlijk zijn contract nu al verlengen. Volgende week komt het hoogstwaarschijnlijk rond. Zo snel, opmerkelijk. Wat is jouw mening daarin? Ja, goede zaak. Ik denk dat iedereen van de selectie, degene die speelt of niet speelt, tevreden is met de werkwijze van de trainer. Dus ik denk dat het een goede zaak is voor de club om hen te behouden. Wat is het grote verschil met vorig jaar, toen Henny Lee zat? Het is wat rustiger in en rondom de club. En wat vind jij lekkerder? Dit jaar. Dankjewel. Graag gedaan.